het is even geleden. En veel te lang geleden. En we hebben hier natuurlijk prachtige momenten meegemaakt. En ja, die ambiance in de arena, ja, die hebben we gemist. Af en toe dan dwalen mijn gedachten en naar die fantastisch mooie Champions League avonden. En dan die entourage hier, in die volle arena. Die emotie die dan loskomt, ja, dat is echt een gemis geweest in de afgelopen tijd. Je wordt gedragen en je wordt naar een hoger niveau getild. En er komt nog meer adrenaline los. En ja, de spelers genieten daarvan. En wij uiteraard ook. En die spelers voelen dat ook en dat spreken ze ook regelmatig uit. Ja, in de arena kunnen we meer. We zitten er nu middenin, Erik, op een prachtige plek. Hoe verwacht je dat dat straks gaat, als die arena nagenoeg leeg zal blijven? Of met plukjes supporters? Moet je daarop inspelen op een of andere manier? Ja, zeker. En dat doet iets met spelers en dat doet iets hier, in je hersenpan. He, want het is moeilijker om die adrenaline naar boven te krijgen. Dus het is moeilijk om de energie te ervaren. Het moet nog meer dan van je uit jezelf komen. Hè? Dus intrinsiek, hè? Waar daarvoor was de extrinsiek. Hè? Gebeurde er iets, er kwam een bepaalde vibe en die is er nu niet. En dat moet vanuit jezelf komen. Maar is Ajax dan in het nadeel omdat het hier altijd zo massaal is en zo luid en zo groot? Nou ja, dat is natuurlijk aan ons en wij zullen dus een mentaliteit moeten vinden dat dat niet zo is. Hè? Maar tegelijkertijd zeg ik, ja, ik kijk nu al uit naar het moment dat de arena weer volstroomt. We hebben heel veel genoten onder jouw leiding en we willen een paar momenten laten zien. Een paar Ajax-aanvallen die wat ons betreft bij Ten Hag horen, maar zeker ook bij Ajax. Kijk je mee? Graag. Och, mooi balletje weer van Tadić, Promes, Labiad, Van der Beek en 3-0. Zo snel kan het gaan. FC Utrecht komt overal te laat. Hoe kijk je hiernaar? Ja, dat is toch wel genieten. En natuurlijk ook individuele klassen. Maar het is vooral ook samenspel. Het inspelen van Quincy op Labiad, Zacharia, derde man, het juiste moment Donny. Dat is het mooiste, maar ja... Het is moeilijk te zeggen, want ook wat aan vooraf gaat, het begint met een inworp, waar we ook veel op hebben getraind. En dan de actie natuurlijk Hakim met Quincy. En uiteindelijk wordt Dušan erin betrokken. Ja, de loopacties, de veldbezetting. Hier de 1-2, Quincy met Dušan. En daar de derde man. Ja, aanval uit boekje, plaatje. Waarom is dit typisch Ajax? Ja, dit zit zoveel frivoliteit in. Maar wel op basis van samenspel. Wat voor type coach ben je eigenlijk? Hoe zou je jezelf omschrijven als coach? Ik denk dat ik vooral mezelf ben. En ik ben geen kopie van een ander. En ik denk dat het belangrijk voor een coach is. Je kunt je spiegelen en je kunt heel veel leren van hele inspirerende coaches. Maar het belangrijkste is, je moet die middelen inzetten die dicht bij jezelf staan. Want anders dan speel je theater, speel je spel en dan prikken spelers zo doorheen. Dan verlies je heel snel je autoriteit. Maar zou je jezelf een ultra-aanvallende coach willen noemen? Nee. Want er zijn ook momenten, situaties, dat ik ook anders kan coachen. Dat ik mijn team ook anders kan neerzetten. Afhankelijk van de wedstrijd, tegenstander. Precies. En... zeker past het in het DNA van Ajax. Dus bij een andere club zou dat ook anders kunnen. Maar ook Ajax moet zich soms ook andere strategieën eigen maken om heel succesvol te zijn. En af en toe dan moet je ook een tegenstander lokken. Deze ging de wereld over. Ja, het is ook echt hoog niveau in het positiespel hier halen. Eén keer raken, inspelen, doorbewegen. Lokken. Tik-tak. Koek-koek. Dit loopt lekker. Tadić. Zo. Tadić. Nog even Zidane. Ziyech. Is dit nou training of ook intuïtie? beide. Maar zeker ook training. Het begint met Matthijs. Dus de enige die niet aan de bal komen is de linkerkant. Met Deli Sinkgraven en Donny van der Beek, denk ik. Maar die hebben toch een hele belangrijke rol uiteindelijk. Ja, om ook, kijk hoe Donny er staat. In de breedte, in de minimale breedte zoals wij dat noemen. Om de aandacht te trekken van die bek. En daardoor ontstaat er toch ruimte. En dus ruimte voor samenspel. En ja, dus eigenlijk is hier gewoon iedereen betrokken. Hoe keek jij hiernaar vanaf de kant? Ja, wat ik net zei. Hè, als je daar zit, dit wil je zien, dit is genieten. En als je daar zit, winnen, maar je wil ook op een bepaalde manier winnen. En je wil dat de mensen het naar de zin hebben. En dan wil ik het ook graag zelf dus naar de zin hebben. Hoe ben je eigenlijk zo gevormd als trainer? Ja, trainen is ervaringsvak. En naarmate je het doet, hè, dan word je steeds rijper. En uiteindelijk kom je ook steeds met nieuwe inzichten. En tenminste, als je ervoor open staat. Hè, als je wil leren. Als je wil leren van je spelers, als je wil leren van andere trainers, als je wil leren van andere culturen, dan, ja, dan ontwikkel je als trainer. Prachtig hakje van Ziyech. Mazraoui. De bal weer terug van Christensen. Mazraoui. Ziyech. Ajax op toeren naar de goal van Blind. Want hier is Huntelaar. Van der Beek staat te wachten. Huntelaar kan het ook zelf doen. Wat een aanval van Ajax. Wat een fabelachtige aanval van de Amsterdammers. Dit is echt een teamgoal. En vanuit de tikken. Maar kijk ook weer. En dat lijkt misschien onbelangrijk. Maar ik zie nou de loopactie van Christensen. Eromheen. En ja, dit is natuurlijk wel weer individueel. Noes. Zo korte voeten. Net als Hakim. En moet eens uitstappen. En dan uiteindelijk Klaas. En aan de andere kant zie je ook weer ja, de minimale breedte die daar benut wordt. Maar daardoor de dreiging hebben. En ik noem het de stress brengen bij je tegenstander. Stress brengen? Stress brengen. Waardoor ze zullen toch op... ik denk dat het... Wie is het daarbovenin? Is het David of is het Dušan? Ik denk Dušan. Aan de andere kant? Ja, aan de andere kant. Die daar staat bij de tweede paal. Die trekt de andere kant op? Nou, die trekt daar de aandacht. Dus we hebben heel veel spelers nu. 3, 5 hadden we op de rechterkant. Dus het is ook lokken? Zeker lokken. Hè? Lokken om vervolgens naar de andere kant te komen. Hoe zeldzaam is dit nou? Want dit gebeurt natuurlijk niet elke week. Nee. Nee, maar dit zijn wel goals van hoog niveau. Het wordt je derde volledige jaar bij Ajax. Wat is er nou anders dan in die beginperiode, voor jouw gevoel? Nou, het begin is altijd lastig. In die zin dat je kent de club niet. Je kent de krachtenvelden niet. Je kent je spelers nog niet. Nou, ik kwam toen nog in een gegeven situatie. Nou, dan ga je vervolgens moet je aan het werk gaan. En ja, voordat je je ideeën hebt geprojecteerd op je spelersgroep. En voordat ze die ideeën hebben aangenomen, ja, daar gaat tijd overheen. En ja, als speler ben je geen, of als trainer ben je geen Tita Tovenaar. Al denken bepaalde vormen van media en publiek die denken dat het wel zo functioneert. En dat je even een team op het veld neerzet en dat gaat automatisch goed spelen. Maar is dat cruciaal voor een trainer om die periode te hebben in een zomer? Ja, natuurlijk. Ik zei al, om een elftal te laten functioneren, en dan gaan zoveel situaties. Die je moet intrainen, je moet automatisme kweken. En voordat je daar bent, ja, je moet toch een juiste balans zien te vinden. Ja, dat kost gewoon tijd. En dat gaat met vallen en opstaan. En in dat vallen dan komen natuurlijk de kritische geluiden. En ja, die horen er ook bij. En ja, daar moet je mee omgaan. En wat belangrijk is, je eigen weg te blijven volgen. En dat wil niet zeggen dat je niet naar andere mensen moet luisteren. Maar als je als trainer van Ajax je oor laat hangen. En na al die geluiden en bewegingen om je heen, ja, dan ben je windvaan. Dan ga je alle kanten op. Maar uiteindelijk dan zullen de spelers het niet meer begrijpen. Per Schuurs. Rustig aan de bal. Durft te wachten met zijn paas. Veldman, en dit is geen buitenspel. Van der Beek moet een breed leggen. En dan is Dolberg daar al voor de 1-0. Dat is razendsnel. De eerste minuut overrompelen. Ja. Ook dat past bij Ajax. Dat is wat we graag willen realiseren. Maar ook echt een voetballende goal. Vanuit opbouw naar aanvallen iets creëren. En dat is niet makkelijk. In het huidige voetbal waar tegenstanders heel goed georganiseerd zijn. En dat kun je alleen maar als je een bepaalde vorm hebt. We hebben ook gezien, als we die vorm niet hebben, dat het een stuk lastiger wordt. Dan moet je veel meer hebben van omschakelmomenten, spelervattingen. Maar wij hebben een ploeg gehad in de afgelopen jaren die in staat was om van opbouwen en aanvallen echt wat te creëren en te scoren. En dat zie je hier ook duidelijk vanuit een bepaald idee, vanuit een bepaalde veldbezetting. Ja, wij noemen het meerdere tienen creëren. Daarop tussen de linies komen. En met name ook, en dan kom je weer, het spel zonder bal. De actie van Dušan. En ik zie Liverpool, die zijn de meesters in. Ruimte voor elkaar creëren door loopacties. Want Tadić loopt naar de zijkant. Tadić loopt naar de zijkant, waardoor het centrum open komt te liggen. En ja, dan op het juiste moment een geweldige bal van Joël op Donny. En waardoor je in het centrum kom je dus eigenlijk 3 tegen 2 te staan. Kijk maar, Van der Beek, Dolberg en Promes, die staan dan nog tegen Lucas en Dumfries. En dus in het overtal, en daardoor kan hij scoren. Maar dan moet je inderdaad wel die spelers hebben die zo'n paas kunnen geven. Zoals Veldman in dit geval, met links. Met tweebenigheid. Wanneer merkte jij nou eigenlijk dat wat jij graag wilde bij Ajax, dat je het ook daadwerkelijk zag? Weet je ongeveer de periode wanneer dat gebeurde? Internationaal, echt de doorbraak was natuurlijk de wedstrijd tegen Real Madrid. Want toen kregen ze opeens het idee dat we in Nederland heel lang al niet meer hadden gehad. Vergeet dat niet. Dat een Nederlandse club ver kan reiken in de Champions League. En toen we ook nog Juventus uitschakelden, ja, dan groeit dat geloof natuurlijk maar meer en meer. Mag ik zeggen dat het misschien wel zelfs knap is, maar ook bijzonder dat een trainer van Ajax zijn 3e volledige seizoen ingaat en iedereen achter hem staat? Ben je dat met me eens? Gebeurt niet altijd bij Ajax. Maar ik denk ook niet dat iedereen achter mij staat. Maar, binnen de club volgens mij wel. Nee, maar dat voel ik echt. Dat intern is daar geen enkele twijfel over. En nou, die toets heb ik natuurlijk ook deze zomer weer gedaan. Of dat inderdaad zo is. Want dat is wel een voorwaarde om met elkaar een seizoen in te gaan. Want ook dit seizoen, daar komen weer tegenvallers. En dat er dan tegenwind gaat komen, dat is ook zeker. Ja, en hoe gaan we daar met z'n allen mee om? Nou, je bent niet zo van de complimenten volgens mij, maar maakt dat je niet trots? Nog een jaar Ajax? Oh, ik ben heel trots dat ik hier werk en dat ik op deze plek hier zit. En Ajax heeft een fantastische historie. Met fantastische fans. En in Amsterdam, maar niet alleen in Amsterdam, wereldwijd. Ja, wij werken bij een hele grote club en ik mag hier trainer zijn en ja, dat maakt me een gelukkig mens. Zie je. Dest lanceert zichzelf. Is hij snel genoeg om die bal binnen te houden? Dat is hij. Tadić. Neres aangesloten. Zo schuift Ajax op. Neres met de paas aangenomen. Tagliafico. 2-0. Want weer net niet voldoende. En zo gaat het heel hard. Wat hierin zit, is dat je over de ene kant komt met een bek. En dat uiteindelijk in de volgende fase de andere bek gaat scoren. En ja, op het moment dat je bal snel verliest, dan word je zo heel kwetsbaar. En dan staat namelijk je restverdediging niet goed. Maar als je lang aan de bal bent en niet te snel op jacht gaat naar de goal, dan ontstaat dus een situatie aan de andere kant. En dat zie je dus, de keuze die David hier maakt. Die had misschien op zoek kunnen gaan naar de goal toen hij in 16 kwam, maar draaide zich er eerst uit. En vervolgens de loopactie van Nico. En ja, dan de bal chippen aan de andere kant. Uiteindelijk, om een tegenstander te vernietigen, moet je lopen zonder bal. Dat is een hele belangrijke sleutel in het succes. Want kijk maar naar Hakim, die stapt naar buiten heen en daar gaat Nico binnendoor. En Promes trekt terug. En Promes trekt terug. Dus het zijn allemaal tegengestelde loopbewegingen die uiteindelijk creëren dat er ruimte ontstaat. Want de tegenstander die moet gaan reageren en dat hebben we graag. 4-0 Ajax. Dit wordt een gigantische afstraffing in de klassieker. En dat is het eigenlijk al. We beginnen straks weer opnieuw met andere spelers. Wat mogen de supporters die er straks hopelijk weer zitten verwachten? Wat voor Ajax krijgen ze te zien? Nou, een ploeg, een vechtmachine. Dus een strijdend Ajax die met geloof op het veld staat. En die natuurlijk weer aanvallend, zoveel mogelijk aanvallend wil voetballen. Maar ook realisme. Want we willen resultaat halen. En we willen weer op meerdere podia actief zijn. In een bijzonder jaar. En nou, we zullen zien welke richting dat uitgaat. En ja, de verwachtingen die zijn altijd hoopvol aan een nieuw seizoen. Die zijn bij mij ook zeker hoog. Maar na zo'n coronaperiode, ja, dan ben je toch heel nieuwsgierig. Wat is het niveau van het team? Wat is het niveau van de spelers? En het is niet 1, 2, 3 dat level zomaar terug is. Daar zullen we keihard van moeten werken. Maar heb je het meest zin in? Nou, het meest zin in toch wel in een vol stadion. Een vol stadion en een Champions League wedstrijd tegen een mooie tegenstander. Ja, dat is echt iets om naar uit te kijken.